De competitie in de tweede klasse G is nog maar net onderweg, maar Batavia 90 is toch wel de verrassing tot dusverre. De promovendus staat na 5 wedstrijden bovenaan en staat erdoor ook boven plaatsgenoten SV Lelystad en Unicum. En dat zorgt voor trots bij de fans van het voormalige lelijke eendje. Heel trots, heel trots. En wat is de verklaring voor het succes? Ze doen het gewoon goed. Nou, het is natuurlijk nog vroeg in het seizoen, maar vorig jaar hebben ze al bewezen dat ze een goede selectie hadden. Dat is dit jaar ook aangevuld met nog wat extra spelers. Kijken wat gaat eindigen, maar we hebben een goed gevoel erover. Ja, hoe komt dat? Door ons. Nee. Supporters. Door de supporters natuurlijk, ja. Ja toch? Op elke leven weet je waar je dan moet zijn. Uiteraard is het vlaggenschip, is het visitekaartje van de club. Maar we zijn nogmaals 5 jaar terug begonnen met een bepaalde ambitie. En dat heeft puur te maken met het feit dat wij vonden dat er nog een derde club binnen Lelystad erbij mocht komen. En we zijn gaan starten. We hebben een jeugdopleiding staan met goede hoofdtrainers. We hebben een toename van jeugd. En we binnen Flevoland hebben een goede naam opgebouwd. Nou, dat alles bij elkaar, daar mag je echt wel trots op zijn. Ja. Zaterdagmiddag nam Batavia het op tegen AVW 66. En de thuisploeg begon goed. Al binnen 10 minuten is het hier 1-0 via Guido Pauw. En dat is smullen voor de fanatieke fans. Een eentonige wedstrijd, want Batavia is veel sterker. Direct na rust is het hier 2-0 via Mohamed Hamouchi. En in de slotfase valt ook nog de 3-0 via opnieuw Pauw. Batavia 90 wint dus ook voor de 6e keer op rij en blijft dus koploper. Volgens aanvoerder Pim Herrewijn is de teamgeest de sleutel tot succes. Ja, we zijn nu denk ik al 3 jaar zeker een team en het klopt gewoon. Het is een fantastisch clubje. De staf, de spelers, de supporters erbij, het klopt allemaal. Dus ik denk dat het nu allemaal even goed valt op het moment. We genieten van het moment. Het is geweldig. 18-6 betekent voor mij weer gebak. De nul gehouden en winst aanstaande donderdag. Maar uiteindelijk, we genieten ervan. We maken nog iets te weinig goals, maar ik denk dat we heel solide zijn. En dit had niemand verwacht, maar we staan er wel.